want ja, in deze dagen zijn we kansrijk, gelijke kansen en de dans. In deze dagen wil ik sunshine. Ik wil chillen in die sunshine. In deze dagen zijn we kansrijk, gelijke kansen. Lieve Monique, om een betere wereld te krijgen moet er heel wat veranderen. En daarom hebben we frontrunners nodig. Mensen die hun nek durven uit te steken. En die inspireren met hun woorden en daden. En jij neemt als persoon, zoals ik jou heb leren kennen de afgelopen jaren, geen genoegen met de status quo. Je vindt dat die niet is zoals die volgens jou moet zijn. Ik waardeer ontzettend jou als leidinggevende. Volgens mij is een van de grootste complimenten die je mensen kunt geven dat ze een rolmodel zijn. Nou, voor mij ben je dat. Dus stik dat maar lekker in je pocket. Ik heb nog even nagedacht over een liedje. Dat me aan jou deed denken. Ik zet nu wat op. En je kan het waarschijnlijk vast niet goed horen, maar... toch maar eens eventjes een paar keer terugluisteren. Hallo Monique. Natuurlijk wil ik je heel graag feliciteren met de Ru-penning. Die moet nog wel uitgereikt worden. Ik vind dat je hem echt hebt verdiend. Je werkt ontzettend hard, je bent leergierig, innovatief en heel vasthoudend. Nou, zo kan die wel weer. Ik wil je nog laten weten dat ik vind dat de wereld met jou een stukje mooier wordt. Doei! Proficiat, dubbel en dwars verdient deze penning. Geniet ervan samen. Doei doei! Van harte gefeliciteerd met... je verkregen universiteitspenning. Je zult misschien wel denken van, goh, wat ziet hij er ziek uit? Maar dit was precies de outfit die ik droeg op mijn eerste ronde sollicitatiegesprek, de eerste keer dat ik jou tegenkwam. En met de kennis van nu was dat eigenlijk best wel over de rest. En hier moest ik aan denken toen Merel ons opdroeg om gepast gekleed te gaan. Als ik aan jou denk, denk ik vooral in het verschil tussen nu en die eerste jaren, vlak na dat betreffende sollicitatiegesprek. Je moest je toen best wel schikken in de rol die je had. En die rol was ten dienste van een andermans visie in het geheel. Nu, een jaar of acht later, heb je dat op geheel eigen wijze helemaal naar je toe getrokken. En zijn de mensen van het RCSW in dienst van jouw visie. En het is heel mooi dat deze visie nu... erkend wordt door het CVB. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. Hi Monique, wij kennen elkaar natuurlijk van de regiegroep voor de strategie van de faculteit Sociale Wetenschappen 2020-2025. Ik heb je daar leren kennen als een heel enthousiast persoon, die niet bang is om met een kritische blik naar dingen te kijken, maar bovenal iemand die aandacht en oog heeft voor iedereen op de faculteit. Dus deze prijs is zeker verdiend. Van harte gefeliciteerd. Woep woep! Gefeliciteerd! Hey Monique, gefeliciteerd. Je houdt ook nooit op, hè? Top! Lieve Monique, namens het hele team van de schoolpsycholoog willen wij je van harte feliciteren met deze prijs. We willen je laten weten dat we enorm trots op jou zijn. En dat wij als postacademische opleiding schoolpsycholoog onder jouw inspirerende en dynamische leiding deel uit mogen maken van het Radboud CSW. Jij hebt deze penning echt dubbel en dwars verdiend. Proost. 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 Proficiat, cheers. 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 Hey Monique, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Ik ben trots op je. Ik heb altijd jou al als groot voorbeeld gezien en dat wordt er nu niet minder om. Ik ben heel blij dat ik met jou samen mag werken en ik hoop dat ik dat nog vele jaren mag doen. Zelf heb ik ook een aantal penningen gehaald, zou je kunnen zeggen. En ik vrees dat het hierbij blijft en dat ik die van jou helaas buiten mijn bereik zie. Maar niettemin hoop ik dat we nog lang kunnen genieten van elkaars kunde en kennis. Geniet ervan en tot snel!
Dag Monique, gefeliciteerd. Wat ik zo in jou waardeer bij het opleiden is dat je altijd op zoek bent naar meer kwaliteit, hoger opgroeien en nieuwe perspectieven. En wat ik persoonlijk ook heel erg waardeer in jou is dat ik me als hoofdopleider psychotherapie altijd gesteund heb gevoeld door jou. En daarvoor wil ik je hartelijk bedanken. Moed, verbinding, openheid. Monique, het past je allemaal. Maar laten we het eens over moed hebben. Je bent in een vreemd land. Je stapt in een vreemde auto met mensen die je niet kent. Je hoort ze met elkaar praten in een taal die jij niet verstaat. Is het Russisch? Je kijkt naar buiten. Een besneeuwd landschap. Het wordt steeds desolater. Je blijft zitten. En uiteindelijk, Monique, is het dat ook allemaal waard geweest. Dit liedje heet Gefeliciteerd Monique. Gefeliciteerd Monique. Gefeliciteerd met die felbegeerde universiteitspenning. Nou, zoals je ziet, ik ben aan het verhuizen en dit is voor mij echt zo'n typisch Monique momentje. Als je droomt van iets groters, van iets mooiers, dan is dat soms keihard werken en daar heb je heel veel moed voor nodig. Zo heb ik jou ook leren kennen als leidinggevende. Voor jou doe ik mijn helmpje af. Wat is typisch Monique? Nou, een van de eerste dingen die mij te binnen schieten als ik aan jou denk, Monique, is dat jij heel beeldend bent en heel goed kan tekenen. Dus soms dan zitten wij samen in een denkproces en dan probeer je uit mijn brein te krijgen wat er allemaal in mij omgaat. En dan ga je staan bij het whiteboard of je pakt een stapel met A4'tjes en dan begin je te kleuren. Heel rigoureus en met alle energie die in je hebt, komen dan dingen op het bord te staan. En dan na een paar minuten dan zeg je, ja, nou, dit is het. Oh, nou hè, Lon, hartstikke goed, want heb je dit goed bedacht? En dan denk ik, meen je dat nou? Heb ik dit bedacht? Of heb jij dit bedacht? Nou, dat vind ik dus ook heel typerend voor jou, Monique. Jij geeft gewoon alle credits aan de ander. Je geeft heel veel ruimte en veel vertrouwen aan de ander. En je doet de dingen niet voor je eigen gewin. Hè. Voor jou is het belangrijk dat je de wereld een beetje mooier en eerlijker en beter maakt. Nou, en daarom ben ik zo blij dat jij vandaag deze prijs krijgt, de universiteitspenning. Deze is gewoon voor jou en deze verdien jij. En deze penning is een waardering voor het werk wat jij doet. Hè. Want hoe je het ook bent of keert, jij krijgt het voor elkaar. En jij weet met jouw sterke visie en met jouw enthousiasme, weet jij de mensen te inspireren en met je mee te krijgen. En jij krijgt het voor elkaar. Dus deze penning, Monique, is een waardering voor jouw werk. En eigenlijk is deze penning gewoon een waardering voor wie jij bent. Van harte gefeliciteerd. En we proosten erop. Gefeliciteerd, Monique. Dag, Monique. Wat een verwenning, zo'n penning. Daar raken we wel van in de stemming. Gefeliciteerd. Monique, van harte proficiat met het ontvangen van de Universiteitspenning 2020. Dik verdiend vanwege je bevlogenheid, je betrokkenheid, de groei jaar in jaar uit de afgelopen jaren. Geniet van dit succes. Het is je gegund. Dag Monique, van harte proficiat met het behaalde succes. Dik verdiend. Groetjes van je voormalige buurvrouw.
Gefeliciteerd met jouw universiteitspenning. En wat ik zo leuk en inspirerend aan jou vind, is dat jij... dat jij... dingen en zaken ook vaak vanuit een ander perspectief ziet. Misschien wel ondersteboven. Ik kan niet bij jouw uitreiking zijn, maar ik wens het klasse. Ik heb voor de gelegenheid maar mijn vleugels erbij gepakt, want die doen me zo aan Monique denken. Net zoals het woord bevlogen. Of het nou gaat om een nieuwe tuin aanleggen, of afreizen naar verre landen voor de ETJA, of een simpele vergadering. Ze pakt alles aan met heel veel enthousiasme en als koningin van de creativiteit is niets te gek. Daarmee geeft ze iedereen het gevoel dat je erbij hoort en dat je ertoe doet en dat niets te gek is en je alles kan waarmaken, zolang jij er maar in gelooft, want zij geeft je in ieder geval altijd het gevoel dat zij in je gelooft. Lieve Monique, bedankt voor alles en van harte gefeliciteerd. Lieve Monique, jij bent echt de allerliefste baas en het is je zo gegund. Jij bent enthousiast, energiek, al die factoren die jij natuurlijk al hebt, die hebben anderen allemaal genoemd. Maar jij bent ook een dierenvriend en vandaar vanuit Laag Soeren ook dikke kusjes. Zien jullie toch even kijken naar Monique. Dikke kusjes voor de allerliefste dierenvriend en baas van Nederland. Hey Monique, gefeliciteerd. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Als ik dingen bedenk, zijn het allemaal clichés. Zoals de eerste keer dat ik je zag, dacht ik, die gaat een erepenning winnen. Of, als iemand het kan, ben jij het. Alleen, elke keer als ik het zeg, denk ik, ja, dat is niet... Dat is wat ik bedoel, dat is wat ik wil zeggen. Alleen, het is niet genoeg. Ik wil nog meer zeggen, maar ja... In dit soort gevallen zijn meestal de clichés die je toch het beste doen. Dus Monique, je hebt het zo verdiend. Ik ben zo blij. En ik hoop dat we nog allemaal fantastische dingen kunnen gaan doen. Maar ja, voor nu zou ik zeggen, geniet ervan. En ik ben ontzettend trots dat ik bij RSSW werk met zo'n fantastische erepenninghouder. Dus gefeliciteerd. Lieve Monique. Van harte gefeliciteerd met de universiteitspenning. Wat een bijzonder en mooi resultaat. Nou, oktober is voor jou wel een hele feestelijke maand aan het worden, geloof ik. Begin deze maand heb je een bijzondere leeftijd mogen bereiken. En vandaag heb je de universiteitspenning in ontvangst mogen nemen. Weer tijd voor een feestje. Supergoed! Gefeliciteerd met dit bijzondere resultaat. En ja, Monique, ik denk dat dit resultaat ook wel echt... tot stand gekomen is door jouw leiderschapskwaliteiten. De manier waarop jij leiding aan ons geeft. De manier waarop jij jouw oprechtheid naar, in ieder geval mij als collega, uitspreekt. Nou, dat vind ik zo bijzonder. En daarom vind ik dit ook wel een bijzondere verdienste van jou. Geniet van deze dag. Geniet van deze avond. En ik zie je snel. Doei! Typisch Monique is voor mij Monique's moed. Monique's moed om niet alleen in Nijmegen, in Nederland, een leven lang leren op de kaart te zetten, maar ook internationaal. De moed om alleen met een infographic in het vliegtuig te stappen naar Kroatië. Om daar in James Bond-achtige taferelen door besneeuwde bergtoppen met mensen die een taal spreken waar ze geen snars van snapt. Om daar uiteindelijk te belanden, de deal rond te krijgen en een partnership te sluiten. Maar niet alleen in Kroatië, dat doet ze ook in Hongkong, dat doet ze ook in Nairobi, dat doet ze ook in Malta. En dat voor mij is Monique's moed. Monique, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Je hebt het meer dan verdiend en ik hoop nog heel lang met jou te kunnen samenwerken. Je bent echt een inspiratie voor mij. Gefeliciteerd met de universiteitspenning, deze fantastische blijk van waardering. Voor je enthousiasme, je innovatiekracht, je gedrevenheid. Hartstikke mooi. Geniet van deze dag
En we blijven gewoon er mooie dingen van maken bij het RCSW. Hey, fantastisch. Doeg! Lieve Monique, van harte gefeliciteerd. Welverdiend. Wat ik zo bijzonder aan jou vind, naast een heleboel eigenschappen, is jouw enthousiasme. Ik denk dat jij met jouw enthousiasme iedereen weet te overtuigen en te inspireren. Super! Hi Monique, congratulations from Hong Kong. Hoi Monique, met op de achtergrond een glimpje van jouw thuishaven van Nijmegen wil ik jou graag laten weten dat ik zo trots op jou ben. We gingen met Rita Blended. Dat was heel vooruitziend in deze tijden. Maar het was ook een prachtige kans. We gingen naar Hongkong, Malta, Kroatië. En sommige dingen zijn een beetje uitgesteld, maar ik weet zeker, dit gaat helemaal goed komen. Keep it up, we zijn super trots op jou. En ik ga graag met jou nog 3 miles verder. Gefeliciteerd, maak er een prachtige dag van vandaag. Het is zo verdiend. Als al dat buitenlandwerk niet laat zien dat jij weet wat moed is en hoe je mensen en belangen en landen kan verbinden en hoe je kennis kan delen, nou dan weet ik het ook niet meer. Het is meer dan verdiend. Gefeliciteerd. In deze dagen zijn we kansraar. Ik gelijk een kansen en de dansa. In deze dagen wil ik sunshine. Ik wil chillen in die sunshine. In deze dagen zijn we kansraar. Ik gelijk een kansen.